punt. Wat hoop jij dat de Nederlandse regering nu gaat doen? Nou, in ieder geval dat het OM doorgaat met het onderzoek. We zijn goed bezig. Het is inderdaad zo voor nabestaanden. Nabestaanden hebben ook verschillende behoeften. Natuurlijk, sommigen zijn, ook vinden het al belangrijk dat we zover zijn gekomen. En anderen zullen diep teleurgesteld zijn. En daar moeten we ook rekening mee houden. Daar moet de staat ook met de nabestaanden over blijven communiceren. Wat is optimistisch en wat niet? Het OM heeft denk ik heel goed gedegen onderzoek gedaan. Er moet nog heel veel doen naar de intentie met name. Wie waren er nou echt met de intentie, met opzet betrokken, maar wie zijn nalatig geweest? En vervolgens denk ik dat het ook belangrijk is dat die vervolgstap, die schakeling tussen de individuen en welke verantwoordelijkheden van andere partijen, zoals de staat van Rusland, misschien ook Oekraïne, dat daar ook de Nederlandse staat mee aan de slag gaat. Mee aan de slag gaat in de zin van naar het EVRM stappen? Ja. Okay. En wil in ieder geval de diplomatiek gebruiken. Want dat is natuurlijk soms de spanningen tussen de diplomatieke politieke spanningen tussen Rusland en Nederland zijn hoog. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een afweging wordt gemaakt dat misschien wel meer schade berokkent weer aan alle andere partijen. Dat is aan de politiek ook. Maar in ieder geval heeft de Nederlandse staat wel wat uit te leggen als we hier juridisch niet mee aan de slag gaan. Want het is een duidelijk verhaal wat hier wordt gepresenteerd. Het zijn separatisten geweest die boekraket hebben gehad, die ze hebben afgevuurd. En dat kan niet anders dan dat daar Russische betrokkenheid bij is. Dus er is wel wat uit te leggen. Oké, Marieke de Hoon, dankjewel. Universitair docent aan de VU, Jeroen Akkermans, dankjewel.